We gaan naar het voetballen. Het afgelopen weekend was het stormachtig en een aantal wedstrijden werden afgelast. Maar er stingen er sowieso niet veel op de planning, want er werd bekervoetbal gespeeld en een inhaalprogramma. Eén wedstrijd daarom voor u in deze uitzending en dat is de wedstrijd van EVV. Zij ontvingen afgelopen zaterdag Avondal OJC Oud-Rosmalen. In het voetballen draait het om de doelpunten en dat weten ze bij EVV uit echt natuurlijk ook. Ze komen uit in de derde divisie en dat is dus nog maar twee trepjes leger dan ploegen als Fortuna, MVV en VVV. Twee keer promoveren en de busprofclub, zullen we maar zeggen. Maar dat zit er voor EVV dit seizoen waarschijnlijk niet in. De ploeg is een stevige middenmotor, maar veel belangrijker, de ploeg weet de goal weer te vinden. Dit seizoen werden al 20 keer gescoord en dat is meer dan een voorgaande jaren rond deze tijd. Misschien nog wel belangrijker voor het publiek is het ook het attractiever geworden, het voetbal van EVV. De combinaties gaan sneller, ze hebben echte boetespelers gekregen die met gevaarlijke voorzetten voor gevaar kunnen zorgen wie elke tegenstander. Nog lang niet elke wedstrijd wordt gewonnen. EVV verloor twee wedstrijden op rij als OJC Rosmalen op bezoekkamp. En Rosmalen is een ploeg die stond 3 punten hoger in de competitie en een paar plaatsen hoger. Dus een overwinning vandaag op deze tegenstander betekent dat ze weer aansluiting kreeg met de ploegen in het rechte rijtje, zoals ze dat altijd noemen. De ploegen dus die in de bovenste helft van de competitie staan. Als een dat de aftrap heeft plaatsgevonden en Rosmalen de gasten geeft in de aanval. Ze zoeken de combinatie, Balkump biedt de tweede pol. En daar kan uiteindelijk het shot komen en de redding is van Michel Verkruijzen van EVV. De eerste kans is voor de gasten. Daarna is een verechter in de eerste helft dat EVV sterker wordt. Als een Shaquille Simons, 20 jaar pas, maar een van de talenten aan de kant van EVV. Die is dezelfde Simons en die wordt gehuikt. De scheidsrechter vindt dat voldoende voor een geel kaart. De gele kaart is voor Tom Wijkmans van Rosmalen. En een vrije trap voor EVV op een plaats waar de kippers van EVV misschien wel eens geld kosten gaan halen. De bal komt voor. Maar neemt een skin bij de bal en dan is het een prooi voor keeper Koen van Bokstel van Rosmalen. EVV kreeg de grootste kans in die eerste helft. De grootste is voor verdediger Joop de Kamp. Probeert met een sliding te scoren, maar dat mislukt net. En zo bleef het dus in die eerste helft 0-0. Is het attractieve voetbal dan weer gaat minder geworden? Nou nee, EVV zoekt nadrukkelijk de combinaties en de aanvallen over de flanken. Maar EVV-spits Rick Polman werd net niet in stelling gebracht. 0-0 Bierus. En is EVV het scoren dan weer volleerd? In ieder geval het aanvallen nog niet. Weer Shaquille Simons met een prachtige paas. En daar is de kans voor Jeremy Lemmens en de redding. Uitstekend werk van keeper Koen van Bokstel van Rosmalen. En de grote kans voor Jeremy Lemmens, die hem goed binnenshoot, maar Rick Polman stinkt klaar bij de tweede pol. Misschien had hij door de bal beter aan kunnen geven. Weer een prachtig belke. De klaargelag en dan de overtreding, gezien door de scheidsrechter. En dus een vrije trap op een gevaarlijke plek. Ja, die moeten instaan, moeten elke keer zijn. Bekeken belke in de korte hoek. Moet een prooi zijn voor de keeper met een lutte bal onder zich doorgaan. Met dan alle geluk van de wereld dat deze bal niet alsnog binnenveld. Maar zolang de bal niet erin gaat, doet de keeper goed werk natuurlijk. Kunnen de gasten uit Rosmalen dan gaat terug doen? Ze zoeken af en toe wel de aanval, maar EVV's tijd gewoon heel goed te verdedigen. En ze komen dan neer door her. En dan zien we de overtreding van Tom Wijkmans. Uit zo'n snelle counter, EVV wil er heel snel van doorgaan. En dan zien we de gele kaart. Maar Tom Wijkmans van Rosmalen, hij had al geel gehad. En dus kreeg hij rood. In de herhaling, wat gebeurt er? Julien Kloet van EVV probeert er snel uit te komen. En wordt eigenlijk min of meer ondersteboven gelopen door Tom Wijkmans. Een zware overtreding is het niet. Maar Rosmalen staat toch maar met 10 man op het veld. En zijn er dan kansen voor de ploeg van trainer Leij Bekkers? Die waren er al, maar met 11 tegen 10 zullen er nog meer komen. De kopbal is van invaller Manny Peters, maar hij kreeg de kop niet goed onder de bal. Julia Kloet kwam verkeerd terecht en moet even behandeld worden, maar hij zou gelukkig door kunnen spelen. EVV op zoek naar een treffer, maar moet natuurlijk achterin de zaak wel dicht blijven haaien.
Want zolang ze zelf de treffer niet scoren, kunnen dat nog misgaan. Ook als deze tegen één man. Wel is er meer ruimte natuurlijk. En het shot, dat gaat veel langs. Ja, daar was eigenlijk Nemes metgelopen van EVV. Om het shot van Rick Polman binnen te zitten. Maar het kan natuurlijk ook zomaar dat zo'n bal er in één keer in draait natuurlijk. En zo kreeg EVV de beste kansen op een treffer. Jeremy Lemmens heeft de opening gezocht. Ja, en daar ligt nu de ruimte natuurlijk. En nu is goed te zien dat EVV met een man meer stijt. Shaquille Simons met de voorzet. Daar is de kans en binnen! De treffer is van Rick Geene. Is zomaar met naar voren gelopen. Ja, en zo moesten daardoor natuurlijk een overtal situatie de mossen van profiteren. De hubs en de man meer. En dan mossen dus ook het risico nemen om eens af en toe met naar voren te gaan. Verdediger Rick Geene duidt het en hij scoort zomaar de 1-0. En voor de spitsen, iedere keer in de dekking staan, wordt de verdediger natuurlijk even neer in de gaten gehaaien. En Rick Geene profiteert optimaal. 1-0 voor EVV en met een man meer mogen ze deze wedstrijd nu niet meer uit hen geven. Maar er is natuurlijk nog een kwartier te spelen. En er kan nog van alles gebeuren. Dus alle hands aan dek bij EVV om het Rosmalen niet meer cadeau te geven. Ruimte is er genoeg. Jeremy Lemmens over de zijkant. Lemmens, vrije actie. Oh, dit geeft een vuur. En dan bij de tweede paal. Oh. Rick Polman belt ervan. Let er de bal neer binnen shoot. Want de actie van Lemmens is vrij. En deze bal hij een doelpunt verdient. En het zit Rick Polman vooralsnog niet meer in deze wedstrijd. En dus is trainer Leo Beckers van EVV er nog altijd niet gerust op. Komt er nog een tweede doelpunt. Welke naar de zijkant. Kump achterin, dat is Lemmens. En wat een prachtige redding van Koen van Bokstel van Rosmalen. Het shot is loeihel van Jeremy Lemmens en Koen van Bokstel werpt zich voor de bal en duidt precies genoeg om een tweede treffer te voorkomen. En wat een ruimte kreeg EVV. Kijk eens, zie je de uitspelen, maar de bal wordt corner gewerkt. En zo komt het tweede doelpunt er niet, maar EVV pakt de belangrijke drie punten in de toerswedstrijd tegen Rosmalen. Een rode kaart heeft de gasten de das omgedaan. Maar EVV was over 90 minuten lang de sterkere ploeg. Hi Rick, gefeliciteerd met de overwinning. Ja, dankjewel. Dankjewel. Het was even nodig en het ja, mooie goal volgens mij. Ja, ik kon er goed bij in de 16 en toen ja, de woord gewoon neer naar denken aan Bob erin. En op een goed moment in de wedstrijd, ja, ik heb hem even de streep gestrokken, dat is belangrijk. Ja, klopt. Ik zei ook in de rust van, ik denk degene die de eerste goal maakt, die wint hem. En ja, dat bleek wel. Maar goed dat je drie punten hebt tegen een ploeg die hoger staat in de competitie. Ja, ja, ik denk volgens mij komen we op dezelfde aantal punten. Dus ja, dat is mooi. Goede, belangrijke punten. En een heel belangrijk doelpunt vandaag. Ja, ja, zeker. Telt dat nog met? Dat is ja, ja. Max. Dat is altijd leuk, toch? Ja. Okay. Komende weken veel vertrouwen? Ja, tuurlijk. Ik denk zoals we de laatste weken bezig zijn op het resultaat nog af en toe. Maar ja, we hebben de goede lijn ingezet en ik denk dat we gewoon zo weer moeten gaan. Dankjewel.